Deze vraag van Herman Singh is zo ingewikkeld dat we hem in stukken hebben geknipt en op die stukken apart antwoord geven. Ja, als een ster uit elkaar is, dan is het geen ster meer. Dus wat komt er eigenlijk naar de aarde toe? En daarbij verwijderen sterren zich juist van elkaar. Dus het is een zeer hypothetische situatie. Met onze ogen kunnen we het licht dat naar ons toekomt ontwaren. Maar dat licht gaat natuurlijk nooit sneller dan het licht. Ja, dat klopt. Als we vanuit de aarde naar de sterren en het heelal kijken, dan kijken we inderdaad naar het oeroude verleden. Die afstanden zijn namelijk zo groot dat het licht er miljarden jaren over doet om ons te bereiken. Ja, ik denk dat we hier nou echt een voorbeeld hebben van iemand die zich zowel in de lengte als in de breedte heeft ontwikkeld. En misschien nog wel op meerdere manieren. Want het is natuurlijk fantastisch hoe hier iemand een sprong maakt van de sterrenkunde naar de persoonlijke ervaring van mensen. En daar ook nog een kausaal verband tussen weet te leggen. Dus dit is echt een prachtig punt in deze vraag. Kijk, en nu wordt het echt interessant. Want misschien is het wel zo dat, dat je de tijd zou kunnen zien als een vierde dimensie. En dan kunnen we ons dus niet alleen maar in de breedte en in de lengte ontwikkelen, maar ook nog in die vierde dimensie van de tijd.